ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag 12 oktober. En als je heel veel zin hebt in deze weekvlog, zou ik het heel erg leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet en abonneert op mijn kanaal. Ik zag namelijk laatst dat meer dan 50% niet is geabonneerd. Dus ik zou het heel erg leuk vinden als je even abonneert. En dan gaan we gewoon lekker beginnen met de weekvlog. Het is vandaag maandag. Op maandag en dinsdag heb ik altijd stage. Dus dat zijn de enige dagen dat ik altijd een beetje weinig film. Het is nu ook best wel vroeg. Ik moet eigenlijk nu weg. En ik heb weer een keer deze trui aan. Want dat maakt niet zoveel uit als deze vies wordt of kapot gaat. Want ik loop namelijk stage bij de kleuters. En voor de rest heb ik er gewoon een spijkerbroek onder. Ik ga in ieder geval nu naar stage toe. Want ik moet beneden ook nog even eten pakken. En dan zien jullie mij na stage. Oké, ik ben terug van stage. Ik heb het echt mega koud. Ik zie er ook echt niet meer uit. Maar het ging mega goed gewoon vandaag. En ik ga zo meteen mijn vlog bewerken. En ik moet morgen ga ik de hele dag doen. Dus ik moet even mijn lessen een beetje voorbereiden. Dus dat moet ik wel zo meteen gaan doen. Voor de rest, ik ben buiten adem omdat ik van de trap heb gelopen. Voor de rest moet ik nog even kijken wat ik vanavond ga doen. Ik moet in ieder geval dus de vlog bewerken en even dingen regelen voor stage. En ik heb een beetje hoofdpijn omdat ik heb vandaag zo weinig gedronken. Maar als ik voor de klas sta, dan denk ik er gewoon niet aan om te drinken. Heel stom eigenlijk. Oké, ik heb mijn lessen voorbereid. En ik ga zo meteen gelijk mijn vlog editen. Ik ga morgen de letter O aanleren. En daarbij hebben ze dus een beweging. En ik heb dus wat spulletjes verzameld in een doos met de O. En dan mogen ze gewoon om de beurt iets eruit halen. Dus ik heb een kleine doos en ik heb rood. En ik heb een kroon en ik heb brood en een telefoon. En bijvoorbeeld een knoop. En dat doe ik dus dan allemaal in deze bak. En dan gaan we dat gewoon bespreken. En dan mogen ze ook meerdere woords nog zeggen met de O. Dus dat is een beetje hoe die les eruit ziet. Maar ik dacht, ik laat het eventjes kort zien. En vandaag had ik een les met rijmen. Dus had ik eerst een... Zo die blauwe plek van vorige week is zo erg. Een kort versje voorgelezen van Pluk met rijmen. Dus dan staat er bijvoorbeeld Pluk is heel erg blij, want Dolly legt een. En dan moet zij zeggen ei. En dan hadden we ook een spelletje gedaan dat we een soort mix en koppel. En dan moesten ze gaan rondlopen en dan moesten ze een maatje gaan zoeken wat rijmt. Vonden ze heel erg leuk om te doen. En voor de rest gaan we ook morgen gymmen en zo. Dus daar heb ik niet heel erg veel aan voor te bereiden. Maar het is wel heel erg leuk. En ik ga dus nu de vlog editen. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. Het is mega vroeg, want ik heb zoals elke week heb ik stage op maandag en dinsdag. Dus waarschijnlijk heb ik gisteren niet zoveel gefilmd en vandaag ook niet. Maar de rest van de dagen wel. Ik had gisteren volgens mij ook al uitgelegd wat ik vandaag ging doen op stage. En wat ik aan heb is gewoon dit vestje. En daaronder heb ik gewoon een topje en dan gewoon een lange broek. Ik heb wel een beetje hoofdpijn. Maar dat komt omdat ik een beetje kiespijn heb. En ik ben dus bang dat het een beetje omhoog is getrokken. Maar ja, we gaan gewoon kijken hoe het gaat. Ik moet wel een beetje opschieten, want ik moet over een kwartier op stage zijn. Dus ik ga nu mijn schoenen aandoen. En dan zien jullie mij na stage weer. Het is inmiddels alweer avond. Ik heb net gewerkt en het is al best wel laat. Ik heb net ook gegeten. Voor de rest, ik ga eigenlijk helemaal niks meer doen. Net zijn de nieuwe maatregelen doorgekomen en alle... horeca gaat dicht, dus dat is wel echt heel pittig. Maar ja, dat weet iedereen al, dus het heeft niet zoveel nut om dit te gaan herhalen of iets. Morgen ben ik eigenlijk een dagje vrij. Ik heb één online les in de ochtend. Daarna ga ik een shoplog opnemen, dus daar heb ik heel veel zin in. Ik ga in ieder geval nu lekker slapen. Goedemorgen, het is vandaag woensdag. Ik heb mij helemaal klaargemaakt. Ik ga namelijk een Shein video maken. Shein unboxing. Misschien staat hij al online, anders moet je even mijn kanaal in de gaten houden. En ik heb echt een heel groot pakket. Dus dat ga ik lekker openmaken. Voor de rest, ik heb vanochtend online les gehad. Niet heel veel gedaan hoor, maar dat eigenlijk. Ik heb weer even die lipgloss op. Deze is van Essence. Die is heel erg fijn. En ik zit dus nu naar mijn haar te kijken en ik vind het eigenlijk wel een beetje te donker. Maar ja, ik heb nog nooit echt mijn haar geverfd, alleen highlights genomen. Mijn haar is best wel dun. Ik ga er nog even over nadenken. Ik moet nog ook eventjes oorbellen in doen. Dat ga ik nu doen. Dan ga ik de video opnemen. Heel veel zin in. Het is leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Oké, het is inmiddels 2 uur verder.
En dit is de schade. Ik ging allemaal outfits. Ik heb gelijk TikToks ervan gemaakt. Ik dacht, dat is wel heel erg leuk. Omdat ik natuurlijk ook een kortingscode heb. Die zal ik nu ook wel in beeld zetten. Want die is namelijk heel lang geldig tot 31 december. En het is zoveel kleding. En ik wil er wel leuke outfits mee maken. Dus de video moet je zeker checken. Want ik ben er heel lang mee bezig geweest. Ik ga nu aan school zitten en even deze troep opruimen. Want dit kan echt niet. Het is vandaag donderdag. En ik zou gisteren eigenlijk foto's gaan maken. Alleen dat ging niet meer door. En ik had gisteren ging ik gewoon eerder werken. Dus toen was het eigenlijk ook gewoon helemaal niet handig. Ik heb volgens mij gisteren ook niet zoveel gefilmd. I'm sorry. Maar vanaf nu ga ik weer lekker filmen. Want ik ga zo meteen naar de stad. En dan gaan we lekker foto's maken. Ik heb me helemaal klaargemaakt. Mijn krullen ga ik nog laten uitzakken. Maar het is nog best wel vroeg. Ik had namelijk online les. Dus toen dacht ik, dan ga ik me gelijk gewoon... Daar ging bijna mijn camera. Maar gelijk even opmaken en zo. Ik dacht dat is wel handig. Dus ik heb dat gedaan. Ik moet nog even mascara boven mijn ogen inhalen. Ik heb wel deze nu aan van Shein. Daar ga ik een foto in maken. Want ik heb namelijk een kortingscode. Ik vind het wel leuk om het dan ook op Instagram te delen. Voor de rest heb ik er gewoon een zwart shirt onder. Want deze is net niet wit. Dus dan als je er een blouseje onder hebt, ziet het er net een beetje gek uit. Dus dan doe ik hem gewoon zo. Dat is ook prima. En ik heb nog wat meer outfitjes mee. Voor op de foto. Dus dat is chill. En ik dacht misschien is het ook wel leuk om even een goede foto van mijn tatoeage te maken. Dus dat ga ik ook even doen. En voor de rest. Ik weet het eigenlijk niet. Eigenlijk moest ik mijn haar stijl laten. Want de laatste foto's op Instagram is allemaal met krullen. En ik heb eigenlijk altijd stijl haar. Maar ja, het maakt niet heel veel uit. Ik vind dit altijd leuker voor de foto. Dus dat. In ieder geval. Wat wilde ik nog zeggen? Ik ga nog even iets eten. Want in de stad kan je natuurlijk niks meer eten. Want de maatregelen zijn nu gedaan. Zal ik even snel vertellen waar mijn sieraden van zijn. Want ik krijg zoveel Insta-DM's dat ik het gewoon bijna niet meer kan bijhouden. In ieder geval, dit is wat ik meestal draag. Ik heb dit armbandje van Joy. Ik heb deze armband van Fossil. Het is van de Bijenkorf. Ik weet niet precies hoe je het uitspreekt. Dit is gewoon een kettingje van AliExpress. En hier staat mijn sterrenbeeld op. Ik heb nog wel meer kettingen. Die zijn meestal... Ik ga ze wel even meepakken. De meeste kettingen zijn ook gewoon van Joy. Er staat er ook één te kopen op mijn United Wardrobe. En voor de rest heb ik ook wel oorbellen van AliExpress. Of van Naked. Een beetje zo, op die manier. En dan mijn ringen. Want daar krijg ik allermeeste vragen over. Als eerste heb ik deze. Is van Joy. Dit is met hartjes. Deze ook van Joy. Deze is van Buddha to Buddha. En dat is die, die standaard model. En ik heb die in de maat 16. Deze is ook van Buddha to Buddha. Die is iets groter dan deze. Deze is van Joy. Oh, ik schaaf het over mijn neus. Deze is volgens mij van de Six. Dit, hier staat helemaal niks op. En dan deze heb ik van Lucardi volgens mij. Dus dat zijn allemaal sieraden die ik om heb. Oké, we hebben net foto's gemaakt. Wat een heel leuk plekje. En nu gaan we even een andere outfit aandoen. Zo. Echt niet uit. Maar die helm. Maar op zich is het wel beter, want dan zakken mijn krullen een beetje naar beneden. Ja. Nee, dat is wel zo. Mijn boten zijn toch altijd een beetje gek. Ja, dan is het te wild of zo. Ja. Maar jij borstelt gewoon je krullen altijd. Ja. Ja, dat kan bij mij niet. Waarom nou? Dan heb ik geen krullen meer. Oké, ik ga nu even een andere outfit aan doen. Voordat jij hem even opzetten. Oké, we hebben een nieuwe outfit aan. Ik heb nu dit witte jasje. Met een blauwe spijkerbroek. Ik heb dezelfde broek, maar een leren blazer. Oké, zet liedjes aan. Oh. Ik ga het er niet. Ik vind het ook wel leuk als het zo is uitgezakt. Ja, ik vind het ook altijd mooi. Oké, nou. We zijn bij de Mackie. Is lang geleden voor mij? Nee. Wanneer dan? Nee, ja, vorige week vlog niet. Vorige week gaan we nog, misschien? Nee, toen gingen we uit eten. Die geur. Oké. Oké, maar we hebben dus foto's gemaakt. Heel veel leuke foto's. Ja. Dus even volgen op Instagram. Oké, ik ga nu even kijken in de groepchat van school. Eten? Ja. Nee, ik wil het niet. Even kijken. Ik ga even kijken wat er allemaal is gezegd hoor. Ja.
Oké, ik ben alweer een tijdje thuis. En ik heb hele leuke foto's gemaakt. En een hele leuke middag gehad. Ik ben nu thuis en ik heb online les. Dus daar ben ik nu naar aan het luisteren. We zijn even aan het wachten op de docent. En straks ga ik lekker avond eten. En ik heb eigenlijk niet heel veel trek. Omdat ik ja, natuurlijk mijn keer heb gegeten. En ik wil echt meer actief zijn op Instagram. En ook op YouTube. En op TikTok. Dus ik ben helemaal bezig met foto's en allemaal dat soort doen. Oké, mijn les begint weer. Dus ik ga weer weg. Het is vandaag zaterdag. Ik heb gisteren een dagje niet gefilmd. Ik had overdag ben ik wel nog wat dingetjes gaan doen. Maar ik had gewoon even een dagje niet gefilmd. Ik had in de ochtend ook dit geen make-up op. En dan denk ik altijd, ah, laat maar zitten. Een beetje zo op die manier. Ik heb me net klaargemaakt. En ik ga zo meteen naar IJf toe. En IJf woont nu in Amsterdam. Dus dat is heel gezellig. En dan blijf ik gewoon daar slapen. En dan gaan we gewoon eten bestellen. En ja, we kunnen niet heel veel. Dus we gaan gewoon een beetje kijken. Een beetje filmavond of zo. Ik weet eigenlijk ook niet precies. Dus ik heb me net even omgekleed. Jasje aan van de Zara en gewoon een spijkerbroek. Niet heel bijzonder hoor. Wel dat jasje met die franjes. En ik heb dus heel snel mijn haar gekruld. Ik heb dus eigenlijk maar twee grote plukken gepakt. Maar ik vind het eigenlijk heel erg mooi. Dus misschien ga ik het volgende keer ook wel zo doen. Ik zit nu te kijken. Misschien moet ik mijn leren blazer aandoen. Dat is ook leuk. Ja, ik denk dat ik die aandoen. En ja, we moeten nog even kijken wat we gaan doen. Ik heb eigenlijk niet echt een idee. We gaan gewoon een beetje chillen. En ik heb nu dus ook vakantie, dus dat is heel chill. Ik heb net ook de Shein video bewerkt. Ik ga even die leren bezig aan. Die Shein video die komt morgen online voor mij. Dus die staat al online voor jullie. Dus dat is heel erg leuk. Even kijken. Nee, ik vond het andere jasje leuker. Die andere doe ik aan. Dus ik ga nu snel mijn spullen inpakken en dan ga ik naar IJf. En dan film ik gewoon als ik daar ben. Ik moet eventjes kijken. Wat ik nog wilde laten zien, want ik had een nieuwe lipgloss. Deze namelijk van Essence. En je hebt die ook gewoon in een soort van doorzichtige kleur. Alleen ik vind deze dus ook heel erg mooi. Ik zal hem eventjes opdoen. Ik vind deze kleur namelijk mooi. Dan heb je gewoon een beetje een rood glossy effect. En dit is de kleur Strawberry Red. Het is alleen niet handig dat ik het nu heb opgedaan, aangezien ik een mondkapje zo ga opdoen. Ja, ik hoop dat je het een beetje goed ziet. Het lijkt nu volgens mij een beetje weer te heftig. Ik ga snel mijn spullen inpakken, want ik moet een beetje gaan opschieten. Ja, ik vind mijn kroket echt heel lekker. Oh, mijn haar is wel echt heel lelijk uitgezakt. Helemaal niet. Oké, nou, ik ben bij IJf thuis. En we gaan lekker Mackie eten. Yay. Ik heb wel een paar dagen geleden heb ik ook al Mackie gegeten. Maar daarvoor had ik best wel lang geleden niet gegeten. Wilde je eigenlijk nog morgen gaan shoppen? Of wat gaan doen? Ik dacht, we gaan de stad in. Goed. Shoplog. Shoplog. Ja, maar mijn vlog is een beetje kort geworden. En ik heb gisteren ook de hele dag niet gefilmd. Dus. Ik weet echt niet wat ik wil. Oké. Okay, anders ook een hamburger. Maar je kan wel. Maar ik wil een menu. Ja, je kan wel beter menu en iets erbij, want dat is goedkoper. Ja, daarom. Maar heb ik geen Mac croquet menu? Dan kan je beter een Mac. Ik heb nu dat menu en. En dan een Mac croquet. Zeker. Dat is een goed idee voor jou. Maar... Oh, hier, kijk. 15 euro korting. Oh, 5 euro. Hè? Ja. Maar er staat hier 15 euro. Ja, dan kan je dus 3 keer 15. Ja, maar dat is al chill. Willen we dit? Ja, maar dan moet je 5 euro korting bij besteden van 20 euro, volgens mij. Oh, en wat is die andere dan? Want ik heb nog helemaal niks gebruikt. Nog nooit. Heb je nog nooit als Uber Eats besteld? Je bent maar nog nooit een kortingscode gebruikt. Gaat daar Uber Eats account? Oké. Okay. De friet. Oh, dus op zich klopt het, ja. Oké. Okay. Nou, het is weer fout gegaan. Oké, okay, nou ja. Ja, ik vond het ook heel zielig om die bezorger daar zo te laten. Ja. Maar ik dacht ook... Als hij weg gaat. Ja, want hij zei ook van neem het maar, want dan kan hij snel weg. Ja. Nou, oké. Okay. Eet smakelijk. Eet smaak? Oh. Oké, okay, ik ben nog steeds bij IJf en we hebben ons klaargemaakt. Ik heb dit al een keer aangehad deze week, maar heel kort. Maar nu lijkt het alsof ik het elke dag aan heb. Oké, okay, we hebben ons klaargemaakt en we wilden eigenlijk naar de stad gaan. Maar dat gaan we nu niet doen, want het regent. Ik moet mijn kussen echt niet vergeten. Nee.
Zullen we eten bestellen? Ja. Oké. Okay. Wil je niet een leuk vaasje? Is toch leuk? Welke kant moeten we op? Zo. Maar je ziet er fliekje uit hoor, Ijf. Jij ook. Nee, jij. Normaal niet. Nou, eet smakelijk, schat. Ja? Het is mooi. Het is winter. Ja, dus. Kijk, zo'n pakje. Ja, dat is toch heel zwaar? Nee. Oké, nou, Ijf en ik zijn weer terug. Zie ik eruit. Godzonne. Die broek is gewoon heel zwaar. Nou. Waar is nou die zwarte afstand? Oh, hier. Daar. Oké. Okay. Ik heb een truitje bij de Zara gekocht. Deze. Voor de productcode. Deze was 16 euro. Echt heel goedkoop. En aan de zijkant kan je hem dus zo omhoog doen. En voor de rest heb ik ook nog een broek. Die broek met die split aan de zijkant. Ik wil echt weten. Deze. Hoe rijk zijn vriendin eruit ziet. Ja, waarom laat hij dat nergens weten? Hier, oh my god! Ja, echt een nieuwe video. Ja, met Kees. Echt? Ja! Oh, wat oh leuk! My god. Wat leuk! En ik wil die ander daarna ook zien nog. Ik heb ook een idee. Dat mag niet. Jawel. Ik heb schijt aan jou. Oké, dus we gaan. Ik ben weer terug uit Amsterdam. Het was echt mega gezellig. En ik ga zo meteen even met mijn moeder thuis eten. Ik ga me nu even omkleden. Ik zie er echt niet meer uit. Mijn hele make-up is er afgesmolten door een mondkapje. Ik ben waarschijnlijk niet de enige. Zo slecht in met het OV gaan over lange afstanden. Ik snap er gewoon nog steeds niks van. Als ik met de tram en de metro en alles, dan gaat het gewoon helemaal fout. Dus ik heb er echt super lang over gedaan. Nou, daar word je natuurlijk niet heel blij van. Maar het is niet anders. Dus ik ben nu gelukkig thuis. Ik ga even iets anders aandoen en dan ga ik richting mijn moeder. Ik ben weer helemaal thuis. Ik ben echt zo moe en ik heb het koud. En ik ga er net is dus de video van Shein online gekomen. Dus die moet je zeker gaan kijken. En ik ga straks deze vlog editen. Ik ben echt heel bang dat die heel kort is geworden. Omdat ik eigenlijk niet zo heel veel heb gedaan deze week. Of het zit gewoon in mijn hoofd dat ik dit denk. Maar volgens mij is die heel kort. Dus sorry daarvoor. Deze week heb ik vakantie, dus dan kan ik meer filmen. En ik had ook deze week al wat afspraken en dat ging uiteindelijk niet door. Dus ja, of het valt wel mee. Ik heb echt geen idee. Anders moet ik even kijken hoe ik het ga doen. In ieder geval, ik ga nu even mijn kamer een beetje opruimen. En dan ga ik de vlog editen en dan ga ik lekker slapen. Dus ik wil jullie heel erg bedankt voor het kijken. En zie ik jullie heel snel weer bij een nieuwe video. Doei doeg!